Goedendag, welkom bij deze nieuwe 10-daagse weervideo van Weerplaza. De afgelopen tijd was het vaak al heel rustig herfstweer en ook de komende periode hebben we met een krachtig hoge drukgebied te maken boven Europa. En dat betekent vaak rustig, droog en nou, meestal toch wel grijs herfstweer. Af en toe komt het ook tot mist in de nacht en ochtend, maar er zullen ook zeker gebieden zijn waar de zon even flink doorbreekt. Nou, zoals gezegd hebben we met een krachtig hoge drukgebied te maken. De kern ligt vandaag en morgen zo'n beetje boven onze omgeving, maar die gaat langzaam wel wat meer richting Centraal-Europa verplaatsen. En daardoor wordt de stroming bij ons iets meer noordwestelijk in de loop van de week. Wordt er wat vochtigere lucht aangevoerd en daardoor neemt ook de kans op mist dus geleidelijk toe. Nou, in de loop van de termijn, een nieuw hoge drukgebied nadert vanuit het noordwesten. Dat trekt vervolgens meer richting Centraal-Europa, blijft daar dan een aantal dagen liggen. Dat zal zo'n beetje vanaf het weekend of net na het weekend gaan gebeuren. En bij ons komt dan de aanvoer wat meer uit een zuidwestelijke richting, een beetje met een boog. Relatief koude lucht hebben we dan mee te maken, maar die lucht droogt geleidelijk aan een beetje uit boven het vasteland van Europa. En daardoor zal de zon zeker vanaf het weekend langzaam wat meer ruimte gaan krijgen. En zoals gezegd, het blijft voorlopig droog. Dat zien we ook mooi in deze neerslagpluim. Misschien dat er rond woensdag, donderdag heel even wat regen valt, lichte regen. Maar verder blijft het tot en met volgend weekend overwegend droog weer onder invloed van dat hoge drukgebied. De situatie is echt grotendeels geblokkeerd, zoals we dat ook wel noemen. Dat zien we ook aan de straalstroom. Die animatie zien we hier. Dat is een harde wind op grote hoogte, waar ook lage drukgebieden zich bevinden. En voorlopig bevindt zich dat heel ver ten noorden van ons, over Scandinavië. En aan het eind van de termijn zien we een nieuwe tak van de straalstroom langs de Britse eilanden en Ierland zo'n beetje scheren. Maar dat blijft allemaal ver uit onze buurt. Hoge drukgebieden maken dus de dienst uit en dat betekent dat er maar heel weinig stroming staat. Niet alleen onder in de atmosfeer, maar ook hogerop. En lage drukgebieden blijven zodoende echt op afstand. En dat kan zomaar tot de tweede of de derde week van november misschien wel gaan duren. Dat heeft wel, die rustige atmosfeer, die rustige omstandigheden hebben wel tot gevolg dat de kans op mist af en toe toeneemt. Dat zal met name tijdens opklaringen gebeuren, tijdens de nacht en ochtend. Dat zien we ook morgen vroeg. Een mistgebied vooral in het zuid-zuid- en zuidoosten van het land. Lokaal kan het zich daarin teruglopen tot minder dan 200 meter en vanaf dat moment spreken we van dichte mist. Mocht het zicht lager zijn dan 50 meter, spreken we zelfs van zeer dichte mist. Maar of dat aan de orde is, moeten we nog even afwachten. Nou, in de rest van het land blijft het waarschijnlijk bewolkt en dan is de kans op mist natuurlijk ook een stuk kleiner. Dat zal alleen voor opklaringsgebieden gelden en dat is ook zeker de dagen daarna het geval. Nou, morgen overdag, als die mist in het zuiden eenmaal is opgelost, zal vooral daar de zon van tijd tot tijd doorbreken. Richting het noorden hebben we te maken met wat hardnekkigere bewolking. Daar kan lokaal ook een spatje motregen uitvallen, maar verder is het overwegend droog. Temperaturen iets aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Normaal is het namelijk 12 of 13 graden. En morgen, zeker in zonnige gebieden, wordt het een graad of 15. Wanneer de bewolking overheerst, is het 13 of 14 graden. En waaien doet het eigenlijk nauwelijks uit een west- tot noordwestelijke richting. Ook vrijdag is het overwegend droog. Wel meer bewolking, ook in het zuiden van het land. In de ochtend kan er lokaal weer wat mist voorkomen. Dat trekt vervolgens op, maar gaat waarschijnlijk wel over in lage bewolking. En die lage bewolking lijkt vrijdag wel de overhand te zullen houden. In het noordoosten later misschien wat lichte regen of motregen. Dat heeft te maken met een koufront dat hier over Duitsland beweegt richting het zuidoosten. Dat kan dus even het noordoosten van ons land schampen, waardoor daar wat neerslag kan vallen. Maar elders blijft het droog en opnieuw staat er maar heel weinig wind. Nou, gaan we dan naar de langere termijn kijken wat de temperatuur betreft. Dan verandert er nauwelijks iets. Overdag is het gemiddeld een graad of 12 à 13. Dat is normaal voor de tijd van het jaar, voor begin november dus. En de onzekerheid zit hem vooral in de nachten. Dat zien we zowel hier in de loop van komend weekend en in de loop van volgende week zien we dat. Mocht het een paar nachten echt flink opklaren met weinig wind en in de relatief koude lucht, kan het dan behoorlijk afkoelen en misschien dat het in sommige delen van het land zelfs dan tot een graadje vorst kan komen. En overdag dus ja, temperaturen van ruim 10 graden en daar verandert niets aan tot het einde van deze termijn. Ik wens u voor nu nog een mooie dag.